Hallo allemaal. Jullie kennen het waarschijnlijk ook, maar vaak blijft er in de ijskast zo nog één worteltje of een beetje overschot van een pastaschotel of een paar champignonnetjes over en we weten dan vaak niet wat we daarmee moeten doen. Wel, ik kijk regelmatig in het restjeskookboek van Vlaco. Daarin staan zeer originele recepten en zo doe ik niet alleen iets met restjes, ik tover ook nog eens heel originele recepten op tafel. Ik zou zeggen, kijk er ook eens in. Het restjeskookboek van Vlaco ligt vanaf nu in de boekenwinkel.